Lieve kijkers en luisteraars van de eerste de beste vrijdagmiddagborrel. Yeah. Jawel! Yeah. Lekker hoor. Okay. Heerlijk. We zijn hier op deze vrijdag natuurlijk wederom vergezeld door Skeeter Sjoerd van VI. Ja, lekker hoor. Mooie bijdrage had je op de woensdag. Ja, zo lekker stil. Goeie dagen gebleven ook. Ja, dat wel. Ken je er goed bij hebben. En we hebben natuurlijk de man. Ja, wat kan ik zeggen? Half mafkees, half kunstenaar, half Den Bosch fan. Muzikant. Half Joop Buit. Vaderlichaam. Ontzettende Jong Patsy. Voor de luisteraars, Jong Patsy, voor de luisteraars op Spotify. Hij heeft een stessenpet opgedaan. Hij heeft een pruik op, zodat hij lange haar heeft. Jij ook, toch? Ja, ik moet zeggen, jij bent de betere uitziende Jo Buiten op dit moment. Ja. Betere huid ook. Hoppakee, klerasiel. Maar wat Peter vooral voor ons heeft gedaan, en daarom nodig jij natuurlijk ook gewoon eigenlijk uit. Jij hebt heel onze huisstijl heb jij natuurlijk gemaakt. Ja. Zeker. En wij zouden je eigenlijk zo betalen ervoor, om jou een keer een avondje mee te nemen, suipen en naar een voetbalwedstrijd toe te gaan. Ja. Dat is nog niet gebeurd. De heer Wook, maar die ligt er nu uit. Ja. Dus we moeten er dadelijk goed tegenaan peren. Ja, de slokdarm, die moet bevochtigd worden. Dat gaat nog wel gebeuren. Die weet van niks straks, hè? Die is alles kwijt. Ja. Dikke lul, mijn kloten. Man. Maar dat gaat gebeuren. Leuk, dat gaat gebeuren, zeker. Ik ga lekker veel aan je knietjes zitten. Doe ik ook bij Lars. Lekker, man. En nou bij jou. Lekker, heerlijk, jongen. We gaan een showtje maken. Zo'n ben ik nu van jou. Ja. Maar voor... Voordat we gaan beginnen... Ik ben Mart niet, hè. Voordat we gaan beginnen, zeg ik toch eventjes here we go. Deze show... Vrienden van Proforto, uiteraard. Jawel. Alleen maar jongens, dit is... Betere reclame kan ik niet maken. Hij is niet normaal. Hoe zit hij? Dit is een L. Ja. Hoppakee. Ik heb gewoon een L'tje aan. En, nou, het zit wel iets... Ademhalen lukt niet of zo, maar... Het is gewoon... Het staat je goed. Ik ben echt een XXL-man. Ja. Dus ik zit eigenlijk 2 maten onder mijn maat. En het nog kleedt het af. Hè? Nog kleed het af. Ja, maar je ziet er echt goed uit in de Proforto-trui. Ja. Maar het is echt een lekkere trui voor werkkleding. Jij bent ook wel een man die ook op festivals ook wel eens ik heb alles gedaan, ja. Sjouwen, klimmen, op een podium staan, heel de pleurissooi. Maar dit ziet er goed uit. Ja. Dit is niet naar de kloten te krijgen. Dat had je echt in die Proforto-trui kunnen doen, hè? Zeker. Volgende keer Proforto-trui. Dan klop ik gelijk aan bij Proforto. Vrienden van Proforto. Ja, wereldsman. Lekker. Juist. Hey, het is een vrijdagmiddagborrel, dus dan behandelen we natuurlijk uiteenlopende dingetjes. Wat zeggen jullie van een dramaserie over Quincy Promes? Top. Ja? Dat zeg ik. Netflix wil een dramaserie gaan maken over het leven van onze grote vriend Quincy Promes. Geen comedy. Dat is zeker geen comedy. Dat wordt een drama. Maar die man die heeft natuurlijk ook wel een leven. Mm. Daar kan je ook wel echt een dramaserie over maken. Hè? Dat is een jongen die uiteindelijk gewoon international is geworden. Ja. Die komt uit een crimineel milieu. Uit een redelijke criminele familie volgens mij. Hè? Ook samen met zijn neven. Die heeft ze dan daaraan toch ontworsteld om profvoetballer te worden. Maar dan toch net... Niet. De verleiding was te sterk. En daar kan je toch wel een hele mooie dramaserie van maken, Peter, of niet? Ik hoop vooral dat zijn uitspraken er lekker in terugkomen. Ja, welke? Stef met me, Julie Knoef. Alles hoog, veel geld. Als geen kopkaal krillen. Dat moet er zeker in. Anders ga ik het niet kijken. Nee, dat komt goed. Ik vind het hoogtepunt van Quincy Promes met zijn uitspraken, zodat hij toen in Moskou dat filmpje ging maken... Van wat hij allemaal had. En dat Kees Kwakman dat in voor de bal. Kees Kwakman ging dan nadoen. Met zijn vliegenmepper. Kijk die bal. Maar ook één ding. Want als die serie daar komt. Laat ik gewoon even eerlijk zijn. Ja. Ik moet een rol. Ja. Ik moet een rol bij in die serie hebben. Ja. Welke rol zou jij dan graag willen vertolken? Misschien hebben ze nog een like nodig. Kijk dan, deze man. Of een knieschijf. Nee, ik moet toch een rol hebben, man. Gewoon als drugskingpin of zo, weet je. Met wie die zaken heeft gedaan. Of uithalen, vind ik ook goed. Of eindgebruiker. Ja, zoiets. Maar toch, het zou toch mooi zijn als wij een rol krijgen in die serie. Ik zou zeggen, Netflix. Ja. Bel ons. Hoek op met de boy Jopie Buitman. Rechtstreeks van Stuyver's Zandplein. Ja, get me. Maar de titel, Quincy, leven als een baller. Goeie titel. Werktitel. Ja. Nou, dat vind ik zelf op zich niet zo'n probleem. Maar ik denk wel dat mensen dat een probleem vinden. Want? Ja, dat het een beetje verheerlijkt wordt. Oeh, de verromantisering van het gangsterleven. Ja, precies. Ja.
Ja, en dat willen we niet meer anno 2024. Nee. Want daar vinden mensen wel wat van, dat hij honderden tieners aan de kook heeft gebracht. Ja, dat denk ik wel. Wat ik trouwens wel mooi vind, dat de producent, jullie maar één keer raden hoe de producent van die serie heet. Nou? Jaap Schneider. Leuk. Die hebben ze erop gezocht. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik moet trouwens wel zeggen, als ik moet kiezen, Promes of Proforto. Het gaat top serietje worden. Ja, maar we moeten een kleine rol erin krijgen. Ja, dat vind moet ik ook. Lukken. Dat moet gebeuren. En wie ook een rol moet krijgen, want dat is een goede acteur. Ja? Henk ten Katen. Ja, Henk ten Katen is een goede acteur. 100%. Die moet een klein rolletje krijgen. Opname start in 2025. Dus, lekker. Zeggen, dat haal ik net, denk ik. Ja. Ik zal wel weer de tegenstander in het veld moeten zijn die Promes dat kort dekt. Ja. Daarom. Ja, dan het brulfilmpje. Het gaat er de hele tijd al over. Ja, het brulfilmpje van Matthijs van Nieuwkerk. Waar? Goeie vriend Eus. Het filmpje is er, zegt hij. Die heeft hij gezien. En daar lusten de honden geen brood van. Geen brood van, moet je dan zeggen. Dus hij liet zijn vriend een beetje zitten eigenlijk. Ja, maar Yvonne, die zei... Ik heb het filmpje niet. Dus die zei, dan... Ja. Als het filmpje daar zou zijn, dan moet ik hem hebben. Ja. Oh, dus zij gelooft het niet? Nee, zij gelooft niet dat het filmpje er is. Als ik hem niet heb, dan bestaat het gewoon niet. Ja. Okay. Dus, Skieten, heb jij het filmpje? Jij zit natuurlijk bezig in dat journalistieke wereldje. Nee, Skieten hebben we ook niet. Ik zag een of andere high kick in iemands schedelpan. Ja. Schedelbasisfractuur kwam die naar de studio uit. Zou Eus daarover liegen dat hij dat filmpje heeft gezien? Waarom zou hij daarover liegen? Ja, dat weet ik niet. Interessant doenerij? Stoer doenerij. Ik denk dat hij gewoon eigenlijk van Matthijs af wil, in die zin. He, want hij was natuurlijk de beste vriend van, werd ook zo gezien. En wil zich daarmee. En misschien is het wel een beetje verzonnen. Losweken. Ja, dat hij gewoon dat zegt en dat zijn reden is. Ik hoop het niet hoor, voor hem. Ik hoop wel dat zo'n filmpje er is. Want anders is zijn tv-carrière ook helemaal klaar. Als hij over dat soort dingen gaat lopen liegen. Ja. Dat kan gewoon niet. Zou jij dan ook in dat filmpje willen spelen? Matthijs. Ja, maar hey jongens, over een paar jaar zijn er gewoon dit soort filmpjes over Lars. Ja. Dat hij hier weer loopt te stieren, weet je. Als hij een kerstboom had opgenomen, dan... Ja, dan hadden we ook zo'n filmpje. Dit willen we juist geen beeld, hè? Dat is het probleem. Daarom is Martin natuurlijk niet. Dat kan wel. Hij wilde hersenschudding, maar dan komt hij door een balk achter hem. Maar gewoon door die vuist van Lars. Ja, Matthijs van Nieuwkerk. Wetenschap horen we ook. Ja, zeker. Maar dit is ook een saga aan het worden, heel die Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar hier kan ook gewoon een dramaserie gemaakt worden. Maar dit komt ook niet meer goed. Zeg maar. Hij komt nou echt niet meer terug. Nee, denk ik. Bij RTL gaan ze zijn contract verscheuren en dat is toch. Ja, want zodra ze het wel doen, worden mensen weer boos. Dus zit maar één optie op tegenwoordig dan, hè? OnlyFans. Dat zie ik wel van Matthijs wel een markt. Ze gaan er allemaal eraan. Mart Smeets die gaat er ook aan binnenkort, een week zeker. Ja. Jack van Gelder? Nee, die vertrouw ik 100%. Ja, ik ook. Jackie boy. Ik ook. Hey, dan even, Pat, jij bent hier natuurlijk nu, Peter. We hebben net al een kleine introductie gedaan. Ja, genoeg introductie. Meer dan genoeg introductie. Gaan we zuipen? Lekker Brabants bier meegenomen. 6 kilometer per uur de slok daarmee. Ja, heerlijk man. Gaan we even doen. Smaakt lekker man. Pilsen. Heerlijk, ja. Even lekker Brabants pilsen. Nee, we hadden ook jou gevraagd van of jij misschien dingen had waar jij het met ons over wilde hebben. Ik heel even in jouw draaiboek, want ik ben er zelf al niet meer. nu gaan we... ik heb dus iets op mijn ledemaat staan. Ja. Dit weten niet heel veel mensen. We hebben het wel eens een paar keer besproken al in de podcast. Dan weten heel veel mensen het. Maar nog nooit met beeld. Nog nooit met beeld. Peter die heeft gewoon een Jo Buit-tato op zijn been staan. Stetsenpet met daaronder J Booty. Ja. Ergens? Ja, ik zie het. Even een voetje. Op de voetje stoel. Omhoog, even voetje kijken, omhoog. Voetje, naar welke camera? Ja, dat maakt niet uit. Dat geef ik niet, gewoon naar het midden. Omhoog, jee booty. Hoplakee. Zet je pet, jee booty. Heer senior, is hij in beeld? Ode aan. Ja, maar ik snap heel goed dat je een tato van mij neemt. Ja, dat snap ik. Gek. Tot zover, maar waarom begrijp ik helemaal. Op je been. Maar waarom jee booty en niet G-booty? Want, kijk, Jo Buit, oké, G-booty, zo noem jij me altijd.
oké. Okay, maar jee, Boedi, zeg jij niet, zeg nooit nee, iemand. Waarom is, heb je daarvoor gekozen dan? Artistieke vrijheid van de tatoeëerder is dat geweest. Maar volgens mij is dat voornamelijk plek geweest, hoor. Ik dacht dat het er anders... Ja, zie je, het had allemaal niet tussen gekund. Het is ongelooflijk dat jij dadelijk gewoon, als je dadelijk een jaartje of 98 bent, ga jij zo, de kist in de staat daar een stash pet met Jay Booty op je been. Dat is niet goed, man. Maar heb je nog meer tatoeages? Nee, dat is de enige. Maar dat had hij redelijk snel gedaan toen wij elkaar hadden leren kennen. Ik denk na een jaartje, toen dacht ik wel heel eventjes... Psychopaat. Uitkijken met die Want het is best wel heftig, hoor. Wij hebben het wel gehad. Ben je nou helemaal gek? Ja, maar na deze uitzending sta ik 3 weken bij jullie voor de deur. Ja. Maar heb jij nog meer persoonlijke tatoeages van mensen? Ik heb wel een aantal hoofden op mijn lichaam staan. Ik heb ook onder andere... Ikeshita. Die heb ik niet. Dat wordt de volgende. Beloofd. Ik heb Michael Schaap, de hokjesman, blowend op mijn rug staan. Ja. Dus, goede programma maken. De hokjesman was echt een topprogramma. En de stem van de ASN Bank. Ja. Win-win. Ja. Maar wie nog meer dan? Maar ik heb ook een, wat ik zelf wel een grappige vind, is ik heb ooit een UWV-logo. Dat vond ik gewoon helemaal. Die was goed. Maar jong geleerd is oud gedaan. Nooit een Waaijong gerokt, maar toch op het ledemaat gemonteerd. Maar, het is een beetje uit de klauwen geëscaleerd. Precies. alleen nog even als laatste. Ik ben heel groot fan van het pompstation. Moeten we daar nog even wat? Want we mogen ook gewoon pluggen hier. Hè? Want ik bedoel, het is ook eventjes reclame. Daar hebben jullie het met Jocht van der Zand al over gehad. Ja, klopt. Ja. Want wat is het pompstation precies? Dat ben jij samen met... Het pompstation is een... Is een externe partij, zeg maar. Ja. En daarop zing ik vaak de teksten. Daar zo. Dus, diepgaande teksten, hè? Dat zijn vaak hele diepgaande teksten. Zoals je kan menig dichter nog een puntje aan zuigen. Ja. Shakespeare is vergeleken bij Symfonieën van ons een wandelende zak slachtafval. Dat zeg ik ook wel eens. Ik neem geen chemicaliën. Ik wil een pizza uit Italië. Pasta uit Italië. En dan is er ook keiharde hardcore is het eigenlijk. Je oorschelp die kan je buiten oprapen als je dat naar binnen pint. We doen even een klein linkje in de beschrijving. Ja. Want mensen moeten dat zeker weten. Scan het. Even gaan checken. Stem op ons. Lars luistert het echt altijd. Ik luister het heel veel. Lars luistert echt. Ik denk dat ik verantwoordelijk ben voor de helft van de stream. Zo ongeveer, denk ik. Wat ik het mooi vind. Peter die stuurt ook wel eens een geluidsfragment naar Joop of naar Lars. En dan komt dat in onze groepsapp van de eerste de beste. Ja. En dan dat mag daaronder dan reageert. Is dit leuk? Dit is goed, want wij wilden jou al eigenlijk in het eerste seizoen wilde ik jou al een beetje al daarbij betrekken. Toen had jij een keer een soort voice note gestuurd om het dan in de show te laten horen. Ja. En inderdaad, Marty zei altijd, gaan we niet doen. Nee. Is dit leuk? Dan riep hij 5 keer keihard Joop buiten. Ja. En nummers toch gemaakt op de akoestische gitaar. Wat een gek. Heerlijk, man. Is dit leuk? Goed, man. Hey, maar wat hebben we nog meer dan op het programma voor Peter? Nee, niet zoveel. Dat waren gewoon eventjes wat kleine dingetjes. We zijn namelijk aangekomen bij... Ferry de Bond, fijn dat je weer terug bent als geestelijk vader van het leukste onderdeel. We gaan naar de vrijdagshow. Eindelijk live erbij, hè? We gaan doen wat we hebben beloofd. Afgelopen woensdag. Ja. Wat dan? Koert Westerman. Ja! Koertje. Is gelukt. Gaan we, jongens. Hebben jullie wat vragen paraat? Nee. Wat ga ik nou verzinnen? Nou, leuk. Nog geen 8:15, dus. Yo! Goedenavond, meneer Westerman met de eerste de beste. De eerste de beste, mijn favoriete podcast. Hey! Koertje! Wij zijn vandaag ruim vertegenwoordigd, want niet alleen Joop, Lars en ik zijn er, maar ook Young Patsy, een artistieke dichter uit Den Bosch. Ja. Ook een Twitter-grootheid? Nee, een Instagram-grootheid. Voorheen een Twitter-grootheid. Voorheen wel. Wel gezegd. Ja. Hey Koert, wij hebben eigenlijk ook een directe reden dat we met jou bellen dit keer. Ja, Joop heeft mij genomineerd. Hè? Ja, 100%. Jij was mijn pro forto
Speler van de week, alleen maar door dit, hè. Dan komt hij nog één keer. Ik heb hem woensdag al gedaan. Goal! Marien! Ja. Lekker, maar moeten we hem niet ook een keer één keer van de meester zelf horen? Ja. Koert, één keer. Goal! Marien! Ja! Jawel. Komt dat spontaan in jou op dat moment, Koert? Of, ja. Ik ben bovenal wel. Ja. Beetje à la de Zuid-Amerikaanse tafereel. Zeg. Nou, ik vond het was natuurlijk een hele curieuze goal. Want ja. Het was een soort van gekke omhaal. Helemaal niet. Die had er helemaal nooit in mogen gaan. Ja. Maar omdat ik dacht van ja, dit is wel een doelpuntje dat iets meer verdient dan alleen maar dat je zegt van curieus doelpunt, zeg. Ja, dat was heerlijk. Want en toen dacht ik, het is een Spanjaard. Ja. En dan ga ik het maar op Spaans proberen. Ja, je hebt gelijk. Gewoon op het gevoel doet hij dat, hè? Maar mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Want ik denk dat de sponsor dat ook wel leuk vindt, hoor. Maar wat is Proforto? Leuk dat je dat vraagt. Mooie vraag. Here we go, Proforto. Proforto is eigenlijk een merk voor werkkleding. Oh, echt? Ja, zeker. Dus voor bouwvakkers, mensen die in de zorg hard werken. Commentatoren. Maar het is ook zeker een prima trui voor commentatoren. Ja. 100%. Ja. Hey, maar... Sorry? Oké, dan weet ik dat. Ja, heel goed. Hey, maar Koert, wij bespreken jou hier vrij regelmatig in onze podcast. Want wij vinden jou eigenlijk een ideale commentator voor het schakelprogrammaatje, hè? Ja, heerlijk. Ja. Dat klopt. Al moet ik zeggen, Ferry, jij was daar in het verleden toch een andere mening van toegekomen. Ja, heel goed, Koert. Heel goed, Koert. Klasse. Doorgaan nu. Hè? En weet je nog welke wedstrijd dat was? Ja, het waren verschillende wedstrijden. Ik was gewoon niet jouw cup of tea qua commentaar. Ja. Nou, voor het schakelprogrammaatje wel. Ja, maar wedstrijdjes niet. Dus ik hoop dat ik ook nog een keer live in de studio bij jullie mee mag zitten. En dat jij er dan ook bent, dan kan ik je nog een paar goede poffers voor. Juist! Ja. Dit is top. Ja, dat mag Koert, maar wel in een Proforto werktuig. Ja, dit is heerlijk, ja. Man, heerlijk. Maar hoe is dat voor jullie, Koert, op zo'n vrijdagavond? Want jullie zitten jullie bij elkaar in de studio met... Oké, je zit apart. We zitten allemaal in Amsterdam. Pascal en Twan en Hans die zitten beneden in de studio. Wij zitten boven, daar heb je vier commentaar hokken. Ja. En afhankelijk van het aantal wedstrijden zitten er twee of drie of soms maar eentje voor zeg maar het schakelcommentaar. En het mooie is, toen we begonnen konden we elkaar niet horen. Dus je kon ook niet op elkaar inspelen. Ja. Dus wij aan die geluidstechnici vragen, jongens, is het nou niet mogelijk dat wij elkaar ook kunnen horen? Dan kunnen we er een beetje mee spelen. Nee, het was absoluut niet mogelijk. En dus twee weken later was er een andere techniek. Dus vroeg ik het, misschien kan hij het wel. Maar nee, dat is absoluut onmogelijk. En een week of vijf daarna kwam Peter, en dat is een absolute tovenaar van het geluid. Ja. Ik denk, nou, als Peter het ook niet kan, dan rest ik my case, weet je wel. En Peter zegt, oh, kunnen jullie elkaar niet horen? En nu? Ja, toen wel. Ik heb 2 minuten geregeld. Maar dat is ook wel het leuk. En dan houden we erover op, want ik ben alweer veel te lang aan het woord. Nee hoor, helemaal niet. Wij kunnen nu ook met elkaar communiceren buiten de uitzending om. Oh, nou, dat is nog leuker. En dat is maar goed dat niet uitgezonden wordt. Ja, geloof ik. En mooi, maar goed, ik ben wel benieuwd. Hè. Stel nou, jullie, er zijn drie commentatoren op een avond. Mag je dan zelf kiezen welke wedstrijd je dan doet? Nee. Okay. Eindredacteur deelt dat in en probeert dat een beetje gelijkelijk te verdelen. Okay. En die houdt ook rekening bijvoorbeeld met als ik een bepaalde vrijdag drie wedstrijden heb gehad en de andere twee wedstrijden. Dan ben ik 2 weken aan de beurt voor ook eens een keer 2 wedstrijden in plaats van 3. Dus dat, ja, dan houden ze aardig in balans, moet ik zeggen. Netjes, okay. Netjes. Ah, okay. Maar Leo Driessen krijgt altijd Telstar. Ja, maar dat is een dat is een van die onwrikbare wetten. Leo Driessen krijgt Telstar. Ja. Ja. Hey Koert, Leo Driessen zou toch met pensioen gaan? Maar sinds hij dat had aangekondigd, is hij gewoon niet meer van de buis te slaan.
Nee, maar hij zou. Hij gaat met pensioen in de eredivisie. Oh. Dus geen eredivisie meer om plaats te maken voor jonge generatie. Jong talent. Maar al die andere dingen blijft hij gewoon freelance wel doen. Want hij is inderdaad met pensioen, maar dat weerhoudt niemand. Zeker niet in deze tijd. Ervan. Om op freelance basis het werk Nee, te doen. Zeker. Nee, lekker. Maar Leo Driessen die moet ook gewoon lekker bijblijven, man. Die hoort er ook bij. Vind ik ook. Ja, vind toch? Ook, ja. Ja, zeker. En over jou, want Koert, jij bent ook vaak op Viaplay bij het dart betrokken. Ja, ja. Waar ligt jouw hart meer bij het voetbal of het darts? Nou, als je het me heel eerlijk vraagt, en dat doe je volgens mij, Ferry, dan is dat uiteraard wel het voetbal. Kijk, lekker man. Ja. En natuurlijk ook bij de KKD toch, Koert? Ja, maar dat is echt zo, hè? Ja, ik kan het ook uitleggen, want ik ben niet alleen... heb ik mijn werk wat ik nu doe te danken aan het feit dat SBS ooit die keukenkampioendivisie, toen nog Toto-divisie geheten, of Gouden Grits-divisie zelfs. Daar ben ik begonnen als commentator. En dat is zoveel leuker dan de eredivisie, want als je naar een keukenkampioendivisie-club gaat als verslaggever of commentator, je mag overal bij, je bent overal welkom, je eet nog net niet mee met de spelers, je moet een beetje darten met de jongens. Als je naar Helmond gaat, zit je gewoon voor je het weet een half uur in het kantoor van Jurgen Streppel over carnaval te houden. Ja. Snapte. Zoveel leuker. Clubs zijn gewoon blij dat je er bent, dat ze serieus worden genomen door ESPN of welke zender dan ook. En ik vind dat zo fijn werken, dat is... Ik wil ook lol hebben in mijn leven. Ja. Nou, dat lukt. Ja. Dat lukt. Dat lukt. Dat lukt. En over jou, zeg maar jou, want wij hebben in het draaiboek, wij hebben natuurlijk een regisseur, hè, die al ons werk doet. En die heeft nog een legendarisch fragment van jou erin gezet. Was dat voor jou een hoogtepunt, die kampioenenontknoping tussen drie ploegen in de Eredivisie? Ja, maar dat is werkelijk hoe dat is gegaan. Ik zal het in een notendop proberen te vertellen. Ik was toen voor 3 jaar in vaste dienst. Dat waren de 3 kutste jaren in mijn leven. Ik had geen keus. Ik werd gewoon gestuurd en je had het maar te doen. Yeah. Dus Wilfred Gené deelde op dat moment als chef sport de commentatoren in. Walgelijke vent. En, en die had mij eigenlijk, ja, als je het misschien nog kan herinneren, maar AZ zou het worden of Ajax. Ja. PSV, dat was... kansloos. Dus Koert, ben jij lekker naar PSV. En je hebt wel een lekker kort verhaal trouwens. Dus heb ik weer zeg. Met zo'n muil ging ik naar die wedstrijd. En, maar ja, na een half uurtje draaide dat al om. En toen, ja, je hoort als je dat commentaar nog eens terug zou luisteren. Je hoort ook zo'n oprechte emotie in mijn stem. Zo van, hoe is dit? Dit is niet te geloven. Gewoon, nee. Het was ook niet te geloven jongens. Het was gewoon niet te geloven. Ja, mooi. Ja. Dat is schitterend. Ja. Dat zeker is mooi verhaal. Mooi. Hey, want Koert, even een vraagje. Hè? Want jij zegt net, je wil graag hier nog een keertje aanwezig zijn in de show. Gebeuren. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar heb jij nou verder nog een soort van droom? Of een soort van iets dat je nog... Of heb je alles gedaan wat je wilde qua commentaar en dat soort dingen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou zeggen van, als je dat niet meer hebt... Ja, dan heb ik eigenlijk ook wel heel erg medelijden met je. Maar ik zou ook niet kunnen formuleren wat ik dan... Weet je, wat ik namelijk als motto... Een van mijn motto's is... ik doe heel graag dingen die ik nog niet kan of die ik nog niet ken. Mm. En, dus binnen de sporten waar ik nu werkzaam ben... heb ik eigenlijk... Ja, zit zo op mijn plek overal. Ik heb daar vrij weinig meer te wensen. Maar ik zou het ook leuk vinden om gewoon weer eens een hele andere sport of zo. Dat zou ik nog wel leuk vinden. Dat je weer helemaal vanaf scratch moet beginnen. Onder water dammen. Dat zou kunnen, maar... moet Olympisch zijn. Misschien komt er nog wel wat op mijn pad. Maar als dat niet gebeurt, ook prima. Weet je, ik heb zo'n ongelooflijk leuk leven op werkgebied. Dat, ja...
als ik werkkleding van Proforto zou moeten bestellen, dan ja. zou het roze zijn in de vorm van een hartje. Ja, schitterend. Ja. Ja. Over dat leuke leven gesproken, Koert, want ik volg jou wel op Twitter. Jij mij niet, okay. Begreep ik, maar dat is verder geen probleem. Ja. Maar dan zie ik ook af en toe foto's van jouw gezin voorbij komen en jouw vrouw. Ja. En dan denk ik altijd van, die Koert die heeft een knappe vrouw. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb die ook helemaal niet verdiend. Maar ik heb hem gekregen. Ja. Ja. Nee, ja, ik werd gewoon verliefd op haar. En er zit nog wel wat jaartjes tussen ons, ten gunste van haar. Dat is wat jonger dan ik. En, maar ja, de liefde laat zich wat dat betreft niet kooien. En tot mijn ongelooflijke stomme verbazing... vond zij mij ook leuk. Lekker, ja, dat is toch mooi. Lief. Tuurlijk, is mooi. Is mooi. Heb je iets gedaan met Valentijnsdag? Ja, uiteraard doen we elk jaar. Maar ik was vooral in het begin zo bezig met toffe cadeaus en sieraden. En dat zij op een bepaald moment zei van ja, ik heb nu wel een beetje genoeg. Koert, zullen we proberen kijken of we dat geld aan iets nuttigers kunnen besteden? Nou, een van de redenen waarom ik nog steeds zo heel erg verliefd op haar ben. Kijk. Oh, wat mooi. Mooi, hè? Lief Koert. Ik word er helemaal stil van. Ja. Jong Patsy, heb jij nog een vraag voor Koert over Den Bosch of zo? Of over Dakken? Nou, wat vind je van het kapsel van de heer Joop Buit? Dat is wel een... Joop Buit is echt een van... Maar hij weet dat hoor. Ja. Maar ik zeg het misschien niet vaak genoeg. Joop Buit heb ik leren kennen toen hij nog de ruit met Buit maakte. Ja. Oké. Okay. Op het stadion waar Hugo en ik wekelijks ons programmaatje opnamen. Ja. En sindsdien heeft Joop mijn hart gestolen. Volg ik hem met alles wat hij doet. En vooral ook het feit dat hij op gezette tijden echt wel even serieus in een geintje laat weten. Maar wel serieus hoe belangrijk zijn werk in de zorg is. Weet je? Ja. We klappen, werk in de zorg. Ja, dankjewel. Geldverdiening niet meer wel het applaus. Joop moet op een schild, hoe zijn haar ook zit. Ja, mooi. Ja, Koert was mooi, want toen had ik net dat nummer champagne uit. En ging maar zijn item maken bij het Sparta Stadion. Okay. Toen kwam hij aan met een fles champagne, hè? Dus dat was gelijk lekker. Dat was gelijk goed. Ook dat is goed. Ja, zeker. Dat was mooi. Mooi. Ferry? Ja? Mag ik nog wat vragen? Ja, zeker. Want ik was gisteren natuurlijk bij NAC Cambuur. Als commentator en verslaggever. Ik was er helaas ook. Kun jij mij uitleggen waarom het publiek de ploeg zo hard uitvloot? Of was het de staf? Nou, vooral de staf. Ja, we zijn er een beetje klaar mee, Koert. Want kijk, wij kijken natuurlijk al jarenlang naar de ellende. En we blijven wel komen en we proberen het ook altijd positief te houden. Maar nu is er wel weer zo'n kantelpunt. Dat we zeggen van, we hebben nu wel weer 5 wedstrijden op rij niet gewonnen. En het is nu een beetje andersom. We laten het eerst maar zien en dan gaan we er wel weer achter staan. Dus het was geen leuke avond gisteren, nee. Nee, maar ligt dat aan maandag? Het is vrijdag, hè, nu? Vorige week. Ja. Maar, nee, ja, ik denk dat het wel lekker is. Maar ga je dan niet voorbij aan de blessures van Kemper, Vet, Leemans, Garbutt, Kuipers, dat soort gasten? Dat zou toch in elke KKD-ploeg in de basis staan? Die zijn allemaal geblesseerd. En Koert pakt je weer aan. Ja. Koert pakt je weer aan, Fer. Ja, nee, maar het gaat vooral om de spelintentie. Het is heel vaak verdedigend wisselen, afwachtend. Eerste helft ook gisteren. Op zich kregen ze wel een paar kansen. Maar het is een beetje, wij houden van afjagen en druk zetten. En Jean-Paul vergast er niet. Ja. Zeg jij nou drugs? Daarom hebben we Jong Patsy in de studio. Dan legt hij een lijn op tafel, daar word je blij van. Echt een vrijmibo. Die gaat echt een vrijmibo worden. Ja. Nee, maar Jong Patsy heet al heel lang Jong Patsy. Zo jong is hij toch niet meer? Och nee, dat lichaam van mij, dat begint me in de steek te laten, hoor. Het vaderlichaam heb ik these days. Daar weet ik alles van. Koert, vanavond lekker schakelkanaaltje. Weet je al welke wedstrijden je doet vanavond? Nou, ik vrees dat dit gesprek uiteindelijk toch op een soort van teleurstelling gaat uitlopen. Want ik zit vanavond niet bij de schakel. Nee! Jeetje, Mina, pijnlijk! Ja. Want wat doe je dan? Willem II, Roda JC.
Oh, live wedstrijd. Oh, live. Nee, wel KKD. Nee, maar dan ga ik ook even prima. Koert op het tweede scherm doen. Ja, dan gaan tuurlijk, we toch even luisteren. Prima, man. Juist. Lekker. Het mooie is wel van ESPN namelijk, dat ze nu zoveel mogelijk keukenkampioen divisie wedstrijden live uitzenden. Ja. En dan zouden ze dus kunnen kiezen voor schakelen met de commentatoren als stemmen ja. die in het stadion zitten. Maar ESPN ziet ook hoeveel fans inmiddels de Voetbal op Vrijdag schakelshow heeft opgebouwd. En hebben toch een beetje geanalyseerd dat dat ook komt, mede, hè, een klein percentage maar, door de chemie tussen de schakelstemmen. En dat af en toe een geintje mag worden gemaakt. Oh, dat is heerlijk. Eigenlijk een heel mooi compliment voor de schakelstemmen. Dat ze dat hebben willen handhaven. Ja, dat blijft ze apart. Ze hadden er ook ja. voor kunnen kiezen om het live commentaar gewoon te doen. Maar dan missen ze toch wat sfeer. Dus dat is prima. Dat is zo. Ja. En vergeet ook niet dat wij heel veel reclame voor jullie hebben gemaakt. Hè? Ja, doet ook goed. Ja, ja. Nee, maar dat wou ik nog als uitsmijter zeggen. Maar goed dat je dat zelf zegt. Ja. Kort, mag ik nog één vraag stellen aan je? En dan gaan we lekker ophangen, denk ik. Ja. Goal Marien! Ik zeg... Yeah! Hey Koert, hartstikke bedankt. Dank je, Koert. Zeer graag gedaan en hopelijk tot snel ziens in jullie studio. Ja, dan mag die Ferry helemaal in elkaar beuken. Nee, hey Koert, bedankt. Hoi, Koertje. Lekker, man. Heerlijk gast, zo, hè? Ik denk dat deze man vanavond heerlijk gaat slapen. Dat denk ik ook. Kijk, Koert gaat lekker slapen, maar wat denk je van mij? Na ADO MVV, hele avond in het stadion gezeten, lekker naar zo'n Emma sleepmatras, dan slaap je echt als een roosje en ben je zaterdag gewoon helemaal de man. Ja, toch? Top, man. Top. Willen jullie dat nou ook? Vergeet dan niet op de site van Emma Sleep te kijken. Link sowieso natuurlijk in de beschrijving of in de show notes. Gebruik de code DEBESTE10 voor 10% korting. Ja, get me! Ja, get me! Peter, jij zit hier natuurlijk als Bossenaar. Als nou ja, eigenlijk ja, uit. Ja, hij komt eigenlijk uit Giessen. Maar dat is wel Brabant. Maar jij mag je ook... dan naar Top Os? Ja, mag je naar Ten Post? Ja, dat is een goede vraag. Die lijn loopt recht door mijn woning heen. Nee, ik mag niet naar Top Os. Hoeft ook niet. Zou je willen? Nee, dat is ook wel zo. Kijk, Peter, die zit hier. We hebben natuurlijk uitgenodigd. Omdat ik begin een beetje dronken te worden door dat Brabantse bier. Hoeveel procent is het eigenlijk? Voordat we naar Den Bosch gaan, is dit wel voetbal doorzuipbier. Want bij het voetbal hou ik wel van een lekker biertje. Maar je moet wel lekker doortikken. Maar dan is dit eigenlijk net te zwaar. Vind je het te zwaar? Ja, maar het is wel een lekkere afdronk, toch? Ja, is een prima afdronk. Ja. Kanon is een pompen. Dit is gewoon lekker... Dit doortikken. Ja, subtiel door de slok naar mij. Maar het is ook niet even lekker weg. Heel snel wegtikken, wat ik dus wel een beetje aan het doen was. Dan word je wel snel aangeschoten. Ja, want jij hebt er al lekker in naar binnen gedaan. Ja, dat is lekker, man. Dan word je wel aangeschoten. Je begint ook al een beetje zachte geet te krijgen. Carnaval dadelijk. Ja, sowieso gek. En mij het schelen. Volgend jaar gaan we gewoon optreden met z'n drieën. Juist. Hoppakee, klein papiertje eruit. De mens van Niel Petersen. Ik doe alles voor Nieuw, de grote leider. Ja, ja toch? Absoluut. Maar jij bent wel echt een Den Bosch supporter ook. Hè? Je gaat ook regelmatig heen. Ja, ik ben even een tijdje wat minder gegaan. Festivalletjes is redelijk druk. Nu is het natuurlijk weer wat rustiger. Dus nu ben ik weer een aantal keer achter elkaar heb ik weer kunnen gaan. En word je dan een beetje... Ja, ik wou zeggen, word je een beetje verwend? Want al 5 wedstrijden niet gescoord. 1 keer gewonnen sinds 9 september. Ja. En Ikecita op de bank. Ja. Daar word ik helemaal gek van. Maar Cambuur tel jij dan niet mee? Dat was ook, dat was 9 september. Ja. Is dat zo lang geleden? Ja, dat is zo lang geleden. Echt? En het mooiste aan de KKD, dan heb je pas 1 keer gewonnen sinds 9 september vorig jaar. Sta je gewoon 18e. En dan staat er alsnog 20e. Ik weet niet hoe het kan. Is dat echt 9 september, joh? Ja. Dat lijkt de dag als de dag van gisteren, zeg maar. Ja. Maar die Costors is wel een leuke spits, trouwens, van jullie, toch? Ja. Maar heb jij nog, want vorige keer hadden we Jort hier, 2 weken geleden. Ja. En die ken jij ook een beetje. Ja. Heb jij van die selectie van nu een paar gasten waar je een bandje mee, of je wel spreekt? Nu is dat wel iets minder, moet ik zeggen. Vreemdelingen maar toen kwam ook vaak de selectie nog, wat Jort ook zei, langsgobbeld bij Smerig onder andere. Ja. En je hebt natuurlijk ook even de coronatijd ertussen gehad.
Dus toen was er ook wat minder te doen. Dus nu gaat dat vast wel weer. Ikeshita, die houdt er wel van. City boy, die houdt al van stadse dingen. Ja. Die komt er wel. De cowboy, hè? Ja, de cowboy. Absoluut. Ja, die houdt er wel van, denk ik. Maar vanavond tegen de Graafschap, gaat er dan nog wat gebeuren, Peter? Of is het een kutseizoen gewoon? Nee, dat wordt gewoon nu een keer 5 doelpunten erin leggen. En dan wordt je compleet overheen van als de Graafschap door de karton per se. Yes. Get me! Ja. Okay. Yes. 180 kilometer per uur de GFT-bak in. Ja. Get me! Ja. Lekker, man. Okay. Wat heb jij in je hand? Want volgens mij wil je wat geven. Ik heb nog een kleine geintje voor jullie natuurlijk. Kan je lekker hier tussen pompen. Ja. Of trek hem lekker aan, joh. Ja. Eén ding, zo kinderachtig ben ik wel. Een FC in het Bosshirt doe ik nooit aan. Nee, dat dacht ik. Maar we gaan hem een mooi plekje geven. Een kleine Bondisch nummer opgepeerd. 8.6, ik zou zeggen. 8.6 hier. Eerlijk bier voor in de slokdarm. Dat valt. Hieroverheen? Ja, dat kan nu wel. Dat kan nu wel. Hartstikke leuk. Mogen wij nog wel reclame maken voor Bad City? Bad City? Ja, die staat op de... Yo, Patsy, jongen, daar ben je. Lekker. Ongelooflijk. Bringing gifts. Ja. Hey, maar dat gaat nog wel helemaal goed komen, joh. Ja? Ja, zeker. Gewoon de playoffs. Denk het wel. Bekerfinale nog. Dat is het mooie van die KKD. Je begint ieder jaar weer lekker opnieuw, man. Ja, en dan kan het weer alle kanten op. Dat is zo schitterend. Dit is wel even een serieuze vraag. Hoe kijken jullie supporter van Den Bosch naar jullie trainer? Ik noem het altijd een beetje een raar mannetje. Ja, ik denk een beetje hetzelfde toch wel. Ja, toch wel? Nee, maar weet je, hoe wordt er over gesproken in het Bosch? Uit Polen toch? Waar komt die van? Ja, Polen. Ja, ik denk dat het twee kanten op gaat. Dat het van de twee kanten werkt. Aan de ene kant is niemand er blij mee, maar aan de andere kant, de sfeer is altijd goed. Het is ook wel eens slechter geweest, laat ik het zo zeggen. Nog slechter dan 18e in de KKD? Ja, zeker. Ja. Ik heb mijn mooiste NAC-herinnering in de Vliert liggen. Hè? Ja, wat dan? In Den Bosch. Daar zijn wij in 93 gepromoveerd. En dat was er in de oude Vliert. Ja. Dus daar kon 25.000 man in of zo. En toen waren er echt 10.000, 11.000 NAC-supporters achter de goal daar. En ik weet het goed, ik was een ventje van een jaar of... volgens mij zat ik in groep 7, groep 8. Ja. Dus een jaar of 11, 12. En ik met mijn vader mee, mijn broer. En we kwamen aan en het was één grote chaos buiten die dingen. Want overal waren NAC-supporters, die werden bij elkaar gezet. En NAC promoveerde 0-3. En na de wedstrijd was het dus volop feest en iedereen in die hekken hangen daar. Maar toen kwamen we buiten het stadion. Maar toen waren er ook wel mensen van Den Bosch die er eigenlijk niet zo van gediend waren. Ja, die wilden rellen. Ja, dus ik weet nog goed, op een gegeven moment mijn vader die duwde mij vooruit. Die zei doorlopen. En ik kijk naar het straatje, zag ik daar iedereen met elkaar overhoop liggen. Dat is die Brabantse gemoedelijkheid. En toen reden we naar huis en ik draai mijn raampje op, een NAC-sjaaltje uit het raam en volop feest. En ik weet nog heel goed, er komt er eentje mij tegemoet fietsen, zoals jij misschien wel. En die gooit me daar een kwarrel op die ruit. Dat was een leuke herinnering. Ja, de oude Vliert. Klinkt goed. Hè? De oude Vliert. Heb jij een favoriete Den Bosch speler aller tijden als laatste vraag? De cowboy, man. Ja, de cowboy. Die moet echt een keer naar Smerig toe. Ja, zeker. Je moet een keer langskomen. Bij deze uitgenodigd. Kijk, we gaan het doorgeven. Peter, ik weet niet hoe het gesteld is met jouw kennis. We gaan door naar de quiz. Van bijvoorbeeld een speler, een trainer, een stadion of het moment dan wel een memorabele voetbaldag, dan wel een memorabele voetbalgebeurtenis. Want we waren echt door de momenten we heen, hoor. Ja, week hadden we ook een momentje van RBC. Dat is geen moment. Nee. Toch, is dat een moment, ja of nee? Fladeren is die twee ballen binnen. Zeg schieten. Dan kun je ieder jaar een andere... Dus geen echt moment. Nou, ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval. We hebben dus twee spelers, een trainer, een stadion. En nog een moment. En die ga ik omschrijven aan de hand van 5 hints. Het is pittig bier. Ja. Ik zit te bedenken hoe ik naar huis moet straks. Ik neem het dadelijk nog. Jij slaapt niet, toch? Ja, dat is wel bedoeling. We gaan beginnen met de eerste speler. Niet bij mij, hoor. De Rambam. Ja, dan gaan we het lekker zuipen, toch? Morgen. Ik ga vanavond. Ik ben bij ADO vanavond. Ja. En ik ga een biertje nemen. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Klein keiltje in de slokdam. Moet in alle tijden kunnen. Nou, dat gaan we zeker doen, Peter. Ja, kan uit rammen. Ja. We gaan beginnen met de eerste speler. De eerste hint komt hij aan. Ik begon zowel mijn spelerscarrière als trainerscarrière in Den Haag. Joopie Buit. Nee. Oh, fout. Nee. Hintje 2. Ik ben nooit trainer geweest. ik dwong een transfer af naar de Eredivisie. Na een half jaar in de Eerste Divisie met meer goals dan gespeelde wedstrijden. Kijk. Topspits. We hebben met een rechtsback te maken. Keeper. Eentje 3. Ik scoorde 1 keer in de Bundesliga. Ook nog. Van Den Haag. ADO.
Ik had eigenlijk al opgegeven toen, maar als jij het nog niet weet, dan ga ik even meedenken. Hintje 4. Ik stond in 2003 op een voetbalplaatje met een derde been. Hierdoor kreeg ik de naam Rick Stijve Pik. Rick Hogendorp. Juist. Ja, ik heb het goed. Rick Stijve Pik. Ooit gezien het plaatje. Ik zal hem er even inmonteren voor de kijkers. Lekker man. Hij stond ooit een keer op een voetbalplaatje met... Dat is een robuuste unit. Behoorlijke binnenkant paal. Voor de YouTube-kijkers. Volgens mij is hij rechts. Staat hij wel. Hij is rechts. Rick Hogendorp is volgens mij de schoonbroer van Lange Toepie. De zwager van Lange Toepie. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Zwager weet het toch wel? Ja. Oh. Lange Toepie mag maar rectificeren, hoor, trouwens. Als maar Rick Hogendorp is toch RKC, man? Nee, maar die is wel begonnen bij ADO. Die komt uit Den Haag. En bij RKC, daar is hij wel is hij echt een held geworden. En voor welke club scoorde hij in de Bundesliga? Volgens mij Wolfsburg. Heel goed, Joop. Ja, dat blijft gaan, man. Goed te zien, ik ben een kenner, hè? Ja. De vijfde hint was, ik ben de topscorer aller tijden van RKC. Rick Hogendorp. Juist. We gaan naar de volgende speler. Hintje 1, ik promoveerde 3 keer naar de Eredivisie. In 2, na 2 van die promoties besloot ik toch lekker een niveau lager te blijven voetballen. Oké. Hint 3, ik stond samen op het veld met onder andere Brett Holman, Nordin Bukhari, de stiefvader van Noah Lang, en Marinus Dijkhuizen. Ook Marinus Dijkhuizen. Excelsior, hè? Kan, zou kunnen. Hint 4, ik was ooit bij 11 doelpunten betrokken. In 1 wedstrijd. Voskamp. Ja, inderdaad. Ja. De stier van de Lier. Ja, heel goed. Dat was vraag 5. Peter, doe je ook mee? Of? Ja, joh, ik ben van het luisteren. Oké. Daar kom ik langs, toch? Als ik hier naartoe rijd. De Lier. De Lier? Ja, is dat hier in de buurt? Dat is in Westland. Dat is bij Watering Westland. En zo, toch? Westland. Ja, ik zat de afslag de Lier. Hey, Peter, zou even 1 keer Ja, Get Me willen schreeuwen? Hoeveel kan de microfoon aan? Niet zo, ja. Ik ga van naar achter zitten, een metertje. Here, get me! Ja, lekker. Ja, lekker. Heerlijk. Die wilde ik even horen, man. Ja, dit is mooi. We gaan door naar de trainer. Bier, hè? De eerste hint. Brabants bier. Heerlijk. Hey. Begon is genieten met 8,6 kilometer per uur. In de slokdarm. Hoppakee. Mag eens een keertje. Bij dat apparatuur. Ja. Laptop. Oh, lach je wel nog. Ik zit nog steeds in mijn gezonde era. Zit ik nu in mijn anti-monster. Maar dat gaat nog 2... Hey, dat gaat nog 2 weken duren. Dan komt die grote monster weer. Ja, ja, ja. Een flacon op tafel. Dan inhaleert hij hem een keer. We gaan door naar de trainer. De eerste hint. Het trainerschap zit in mijn bloed. Oh, dit moet Simon Kestenmaker zijn. Simon Kestenmaker. Ja, het is wel fout. Hint 2. Ik ben al even interim trainer geweest van mijn jeugdliefde. Ricky Kruis. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Nee, joh! Ja. Dat is goed. Hey. Ja, maar dat is zonde, want hij luistert altijd zelf. En er is hij nu zelf een keer een vraag. En we hebben gewoon nog 2 dingen al geraden. Ja. Zelf was hij er nog niet eens opgekomen. Ja. We hebben al geraden. Jezus. Maar jij gokte hem wel een beetje. Ja, in Utrecht, hè? Ja. Ja. Ja, nee, want maar dan ga ik nog wel, in ieder geval voor Rick zelf, want ik weet dat je dit hoort, ga ik nog even de laatste hints doen. Okay. Hint 3 was, en dat allemaal nog voor mijn 40ste verjaardag. Hint 4 was, nadat ik als speler ooit een prachtige goal maakte, mocht ik niet thuis slapen die avond. Ja, was tegen zijn pa, was een mooi doelpunt ook. Was een mooi tegen de Graafschap. En hint 5 was, ik ben een trouwe luisteraar van deze podcast. Ja, dus, lekker. Bij deze, Rick. Ja, maar hij was wel een beetje schuldig gevoeld, hè? Ja. Tegen Rick Kruis. Op die dag in Utrecht, waar jij ook trouwens bij was, ja, dat was heerlijk. Met de heer Gaston. Helemaal van de partij. Lekker gesopen ook. Ja, behoorlijk. Rick Kruis was daar. Weet je, die was al mee te doen ook met de quiz. Maar na de show, die trouwens voor het publiek niet te verstaan was. Nee. Maar dat maakt niet uit. Het was een gezellige dag. Ja. Ik en Ferry gingen gelijk een beetje met het publiek aanroeren. Gewoon, met Zwarte Marinus. Met iedereen die er was. Zwarte Marinus. Wij hebben Rick Kruis helemaal niet gesproken die dag. Nee. We hebben hem alleen maar gezien op het podium. Hij heeft gewonnen. Verder zijn we helemaal niet gesproken. Nee. Vind ik wel jammer. Eigenlijk moet Rick Kruis ook een keer langskomen hier. Ja, vind ik wel. Dat zou wel leuk zijn. Vind ik wel. Dus Rick, als je dit hoort, kom een keer langs. Stuur me even een appie of je daarvoor opstaat. Ja, en niet naar Joop mailen, want dan krijg je nooit meer reacties. Nou, jongens. Ik heb 1 keer een potentiële sponsor laten lopen, omdat ik gewoon geen zin had om te reageren. Ben ik druk in de zorg, hè? Ik wil zeggen, trouwens, het is warm, hoor. Zo'n, ja, maar gooi hem lekker. Niet warm hier, dat, gooi hem lekker af, joh. Nee, ik niet, maar ik ben het gewend, joh. Ja, dat is waar. We gaan door naar het stadion, de eerste hint. Van dit stadion staat alleen de hoofdtribune nog overeind.
Ik weet hem alweer, maar dan ik wacht wel even. Wat een kenner. We laten Peter even. De laatste 19 jaar van het profbestaan kwam deze club uit in de eerste divisie. Het is dus een failliete club. Hint 3. Terwijl hier vroeger toch echt grote namen in actie kwamen. Gullit. Onder meer Gullit en Johan Derksen verdedigden de clubkleuren. Veendam. Nee. Nee. Gullit. Waar heb hij gevoetbald? Ik weet het zelfs. Nou, vertel het. Haarlem. Ah, is het Haarlem? Ik wilde gokken tussen Veendam en Haarlem. Maar hoe heet dat stadion dan? Want dat weet ik niet. Het Haarlemstadion. Ja. Het Haarlemstadion. Serieus? Zo simpel het Haarlemstadion. Ja. Ouderwets, Edwin Struijs. Ja, die hadden we in 5. Edwin Struijs kwam hier graag. Nou, dat was ook de 5e hint. Dan mijn journalistieke held, hè, mensen? Ja, dat hebben we gemerkt. We gaan door naar het moment. Het moment. Dan wel de memorabele voetbaldag. Dan wel de memorabele voetbalgebeurtenis. Oh, nou moet ik er weer staan. Oeh. En Ferry de Bond, ik verwacht zeer veel van jou. Ferry is hier altijd heel goed in. En ik zit nu te kijken. Dit is er weer een van zeer hoog niveau. Kijk. Ja? Komt hij aan. 1993. Ja, maar uit de jaren 90, dit is echt waar, weet Ferry bijna alles. Is ik echt weet bizar. Niet wie er vorig jaar kampioen in de Eredivisie is geworden, is bizar, maar van die tijd... Ja, is echt bizar. We gaan beginnen met de eerste hint. Deze memorabele voetbaldag vond dit seizoen plaats. Ja, daar ga ik al licht uit. Ja. Hint 2. Ook Mike Haverkotte zal zich deze dag nog lang blijven herinneren en niet in positieve zin. Kippen van Os. Toch? Nee, Haverkotte. Ja, hij is wel de keeper van Os, hoor. Ja, keeper van Os. Hintje 3 voor Henk die... Maar is dat bier? Is dat Brabantse bier, jongens? Dat is niet normaal. Voor Henk de Jong en Cambuur was het wel een mooie dag. Die scheidingslijn ook, hè? Mm. Oh ja. Hm? Mag ik het al zeggen? Ja, zeg het maar. Ja, die 8-1 of zo? Ja. Wat was dat? Ja, iets meer... Even uitleggen. Cambuur won met 8-1 van Top Os. Ja. 8-0 of zo? Nog niet genoeg? Wat was ze memoraal? Ja, verschillende doelpuntenmakers? Dat interview... Dat hij helemaal los ging. Nee. Ik ga hint 4. De Jong zei na afloop. Hè? Ik heb net gevraagd wie er geen goal heeft gemaakt. Die moet een rondje geven. En hint 5 was. Hij gaf zijn collega Ruud Brood na afloop het advies om de schouders eronder te zetten. Ja, maar wat is het moment dan? Het moment is, en dan ga ik nu letterlijk Wouter Boekham quoten. Top Os even naar het negatief clubrecord met 8-1 nederlaag tegen Cambuur. Maar Top nam wel revanche in Leeuwarden. 1-2. Ja, nou, dit... En daar praten de mensen nog steeds over. Dat is niet normaal. Nee, maar ik heb een gevoel... Dat we een beetje op zijn. Dat we uit de momenten zijn. Er zijn geen momenten en gebeurtenissen meer die we kunnen die doen. Hoe heet dat? Die scootmobiel. En die scootmobiel, dat was eigenlijk het laatste moment. Ja, toen was het is klaar. Het is een beetje klaar, merk ik. Dadelijk is het wie heeft afgetrapt. Maar terwijl er nog best wel wat dingetjes zijn waarvan ik denk, waarom zijn die nu nooit uitgezocht? Ja, wat dan? Nou, je hebt bij Dordrecht een aantal seizoenen geleden moest de hoofdtribune ontruimd worden omdat er een wespennest onder de tribune zat. Door die volgende week. Kijk, dat is een moment. Dat is een leuke moment. Heb je nog een moment? Nou zo 1, 2, 3 ik weet nog een mooie bij NAC. Toen hadden wij een mascotte, Harry Nak. Ja, en die ging dan iedereen vermaken. Zo bij NAC zat eigenlijk niemand echt op te wachten. En toen was het NAC Feyenoord. En de spelers gaan opstellen. En Harry Nak zit nog te zwaaien. En hij loopt naar de kant, heel langzaam. En dan gaat op een gegeven moment op handen en knieën. Dus iedereen dacht van, hallo. Hij is weer gek aan het doen. Oh, maar hij was onwel. Hij kreeg een hartaanval. Ja. Dus die heeft zichzelf naar de kant geworsteld. Jezus. Die weggereden niet meer. Jezus. Maar is hij wel... Ja, hij heeft het wel overleefd. Ja, oké. Harry Nack. Harry Nack. Harry Nack. Zo'n valletje gezet. En dat komt dadelijk wel even na de uitzending. Dan ligt die tafel in vol. Sturen mijn vader wel even weg. En dan gaan we het ook aan. Wordt hij gejakket. De sleutelbossen. Nou, niet te vroeg wegsturen. Dan heb je moeder straks weer een blauw. We gaan door naar de voorspellingen. En hier zit een hele lap tekst aan vast, dus ik ga alvast beginnen. Okay, doe goed nieuws. Er zijn deze week weer sokken verstuurd naar 4 winnaars. Michel van der Lauw, John Frederik, Max Lamé en Tom Loijmans. Dus Johnny Frederik. Ja, la, 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 la. Johnny Frederik. Johnny Frederik. En dan gaan we eerst eventjes door naar de oude voorspellingen. Wat wordt FC Eindhoven tegen Groningen? Dat werd 0-3. Had niemand goed. En geen blundertje van Jurrius. Nee, weet je waarom dat staat? Nou? Jij weet het zelf niet meer. Hè? Ik heb op de heenweg geluisterd. Ja. Jij zei, ik denk 0-3. Nee, 1-3. Blunder Jurrius. Echt waar? Ja. Maar dat nu goed. Je had hem goed. Shit. Ah, ja. Heerlijk. Vraag je bij, wat is het gat op de ranglijst tussen Willem 2 en ADO na Willem 2 ADO? Ja. Verschil is nu 5 en kon dus 5 of 8 punten worden. Wij zijn 8 punten. Las een puntje.
ADO niet. Vraagje C. Wie scoort dit weekend vaker bij Helmond Sport de Graafschap? Martijn Kaars of Ralf Seuntjes? Kaarsieboy. Het werd Kaarsie. Kaarsieboy. Joop en Ferry, goed. En vraagje D. Wie pakt de meeste punten dit weekend? NAC of Cambuur? Cambuur verloor van Jong Utrecht, maar won van NAC. Lars en Joop, goed. Freek had helaas nul antwoorden goed. Misschien nog maar een keer terugkomen voor een herkansing. Nee, maar Freek had als ze... Die had zoveel gepraat. Dat kon hij niet meer goed hebben. Nou, had al zijn woorden al uitgesproken. Ik heb hem vandaag nog even... Overal antwoord B ingevuld. Het langste antwoord. Ja. Ik had toevallig vanmiddag nog even geluisterd. En hij zat hier te vertellen over... Nee, maar vanavond tegen Helmond begint het. 9 puntjes. En dan gaan we die Jopie buiten even in het nekkie heen. Ja, ja. Er is weinig van terecht gekomen. Hij was zo goed over Balk, hè? Ja. Over Balkie. Ja. Balk is wel een vriend van de show. We hebben hem nooit gesproken. Nee. Maar er gebeurt altijd wat rondom Balk. Maar daarom houden we van hem. Juist. Mag kant 4. Absoluut. Zoals Milan Smit zei woensdag. Dat is Balk. Oké, de potentiële winnaars van deze week. Dat waren 19 mensen met 3 goed. Zo ongekend. En heb je 5 minuten? Ga je ze allemaal opnoemen? Ja, in een bloedgang. Peter, zeg eens even ja, get me. En dan gaat hij. Lars, let goed op, jongen. Op Instagram, Carlo VDE, AE-zwart met een S. Holgering Gringhuis, Jim Dijk, Ivo van der Heijden, Wes Bergmans, Niels van Bezouw, laagstreepje en BVDV, laagstreepje 013. Via Instagram en via Twitter, Tristan LFC, HAFCJB, Michel van der Lauw 013, De Chef met dubbel F en een laagstreep, Calinho, Frank NR, Aad Automaat, Roel 1896, Camille Slangen, laagstreepje 2. Camille Slangen 1 was waarschijnlijk al bezet. Libbanden LWD en Stadion de Braak. Deze week is het een schattingsvraag. Reageer voor vrijdag 8 uur. Moet lukken voor alle loyale soldaten. Die liggen natuurlijk om 5:30 al voor Spotify te wachten tot we online komen. Onder de aankondigingstweet of stuur een DM op Insta met het aantal doelpunten dat deze vrijdag gaat vallen in de KKD in 6 duels. Heerlijk, man. Ik moet jullie nog even rectificeren. Ja. Want ik... Jullie hadden het dus over de winnaar van vorige week. Martijn Schwillens. Ja. En jullie zeggen, dat is een Limburg, die is van Roda. Maar dat is gewoon een hardcore Fortuna fan. Hè? En een boekenschrijver. En ik heb dan moet ik een pijn hebben gedaan. In de comments aan Terpie beloofd een kleine rectificatie te doen. Okay. Dus Ferry, voor deze vind ik het mooi dat jij dat even opgooit. Dan hoef ik het niet te doen. Ja. Maar het was dus een Fortuna fan. Ja, en schrijver. Fan. Weet je wie mij appte? Ook zo'n ontzettende mierenneuker natuurlijk. Matthijs Snapvangers. Snappy. Fortuna fan. Snappy. Die zijn ook een Fortuna fan. Je hebt het fout. Okay. Schrijft voor staan. Ik vind het wel mooi dat onze mensen ons gewoon rectificeren met liefde. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. We gaan door naar de voorspellingen voor aankomende week. En Peter, ik ga jou er even bij voegen. We beginnen met de eerste voorspelling. Wat wordt de topper? Willem 2, Roda JC. Jobuit. Willem 2, Roda JC. Dat wordt 1-1. 1-1. Ontzettende Peter. Ik denk dat Roda er overheen vecht. Toch? Ik denk 1-3. 1-3. Ja, maar zou ook zomaar kunnen, hoor. Ja, zou zomaar kunnen. Ik sluit het niet uit. Ja. Ferry de Bond. Vorige keer 2-0. 2-0. En dan ga ik voor een 3-0. Kijk. We gaan naar 3-0 Willem 2? Ja. Tegen het Roda van Bassie Bum? Bassie? Ja. Nooit. Ja. Nou, we gaan het zien. Vraagje B. Scoort Den Bosch na 5 duels zonder goal wel bij de Graafschap tegen Den Bosch? Joop. Ja, Kostoors, tuurlijk, man. Ja, die legt er 5 in. 5-0. In Doetinchem, hè? Ja, in Doetinchem. Ferry, wat denk jij? Nee, nooit. Nee. Ik denk het ook niet. We gaan naar C. Wat is de conclusie van Thijs Faber naar Groningen Helmond Sport? Thijs Faber naar Groningen Helmond Sport? Groningen is de mooiste club van de wereld. Ze winnen wel, Groningen. Oké. Daar wordt even wat gemerkt. Er is geen club zoals Groningen. Groningen de mooiste. Groningen. Ja, Groningen de mooiste. Zoiets in die trant. Ja, dat denk ik ook. Nou, Ver. Het ligt allemaal aan Gudde. Allemaal aan Gudde. Ik durf het echt niet te zeggen, hè. Ik begin er gewoon echt aangeschoten te worden. Ja, dat is goed. Goed. Je begon die schenieten. Ach, lekker, man. Plakij. Ontzettende Peter. Ik denk... Dat denk ik eigenlijk. Ja, ik heb niet zo'n antwoord. We noteren het. Dat is een goed antwoord. En,
Ja, ik denk zo. Ik denk niet op ik heb Skeeter de hele avond nog niet horen lachen. En nu wel, hè? Dat vind je mooi. Die podcast vind je geen reet aan. Start je interview met twee paarden. Dit is goed, man. We gaan naar de laatste. Wat presteert vriend van de show Brian Smeets bij ADO MVV? Helemaal niks. Helemaal zo. Niks. Ferry de Bond. In Den Haag, hè? Ja. Hij pakt rood. Oh! Ontzettende peet. Ik denk dat hij iemand scheenbeen doormidden schopt. Ja. Oké. Okay. Nou, dat komt een beetje op mij. Ja, dat is een mooie combi inderdaad. Ja. Ik zeg twee goals. Twee goals? Ah, je gaat wel weg, man. Yes. Even. Ik moet even wat zeggen. Want afgelopen in de woensdag show... Gaan we weer met de podcast stoppen? Of, Nee hoor. Nee hoor. Nee. Ik wil jullie bedanken voor deze mooie inzorg. Nee, ik heb woensdag... de pro-fotospeler van de week is niet volgende week maandag. Maar is in het weekend al. Omdat wij namelijk volgende week maandag gaan opnemen. Dus vandaar dat je tijdens het weekend... Hou onze socials in de gaten. Om te kunnen stemmen op de pro-fotospeler van de week. Natuurlijk hebben we altijd onze eigen suggesties. Maar voel je vrij om altijd jullie dingen in te sturen. Zanger Marinus treedt morgen op, hè? In? Jawel, 24 februari. Ik ga het even voorlezen, dan doe ik het even goed lezen. Goed. Het is in de Rosmolen. In de zaal de Rosmolen, dat is in Benedenleeuwen. Zijn thuisdorp, zie ik. Ja. En het is gewoon, het is helemaal... Het is nog niet uitverkocht, dus jullie kennen er nog steeds heen. Dat is een zaal, maar die zaal wordt omgetoverd tot een bruin café. Oh, kijk, daar houden wij van. Daar houden wij van. Daar zijn ook gastoptredens, dus het wordt echt serieus één groot feest. Onze zanger Marinus gaat helemaal los. 24 februari. Lekker, man. De Rosmolen in beneden. Ja, Marinus and Friends heet het ook. Friends. De avond. Zijn geen geintjes. Wij zijn er niet. Hè? Wij zijn er niet. Maar zijn toch ook vrienden van Marinus? Ik ben er niet. Maar jij kan er gewoon heen, hè, als je wil. Nou, ik ben niet door Marinus uitgenodigd. Jawel. Door mij zijn jullie ook uitgenodigd. Ja, serieus, nee, ik heb het ook gezegd, hè? Zo werkt het niet. Nee, ik ga ook niet. Dit is zo eng. We gaan afsluiten. Peter. Ja, van een op de lip. Ja, dat ook gaan we zeker weten. Hartelijk bedankt. En nog een lekker biertje ook? Ja, zeker. Ja, lekker keiltje erin. Bedankt voor jouw komst en voor alle cadeaus die je voor ons hebt. Zeker. Ik vond het zeer gezellig. Jij bedankt voor onze huisstijl. We zijn zeer content mee. En we gaan nog een avondje zuipen. Ja, zeker. Ja, gaan we zeker weten. Het kan een jaar of vijf duren, maar we gaan het een keer doen. Yes. Mensen, mag jullie allemaal bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te liken en te subscriben op het YouTube kanaal van FC Afkikken. Vergeet zeker geen 5 sterren te doen op Spotify. Dan zijn we volgende week woensdag terug. En ik was het woensdag vergeten. Lieverd, gefeliciteerd ook met je verjaardag. Jongen, kijk, ik ga het gewoon zeggen. Zij was boos dat je moest opnemen, maar wij gaan naar de top. Hallo allemaal, ik ben Jo Buit en ik zit hier in de Jo Buit Alles Media Studios te Den Haag. En ik vraag jullie allemaal om te liken en te subscriben op het YouTube kanaal van FC Afkikken.